Game Bites, Game Bites, Video Game Bites, Game Bites, I love you so. Daarom maken wij deze show. We praten graag over Game Bites. Welkom bij Game Bites. Welkom bij Game Bites 292, opgenomen op 10 juli 2014. Ik ben de Erwin Vogelaar. En zoals altijd aan de andere kant, Harry Hol. Hallo, we hebben niet gewonnen. Nee, kut. Ja. Wrijf het er nog even in als de podcast terugluistert. Nou ja, ik bedoel, ik heb me vermaakt met het toernooi, dus ik vond het wel jammer dat het afgelopen was. Ja, nee, zeker. Bastien vroeg op. Oh, je hebt het over voetbal. Nee, ik zat even te denken, wat hebben we niet gewonnen? Hebben we Civ gespeeld? Waar hebben we het over? Maar er was gisteren inderdaad kennelijk een wedstrijd waar ik vanmorgen, toen ik wakker werd, achterkwam. 9,1 miljoen mensen hebben gekeken. Ja, en ik was er niet één van. Nee, dat blijkt. Dat blijkt. En we hebben een gast, de co-founder en coder bij indie studio RageSquid uit Utrecht, dat enkele dagen geleden op Steam Early Access Action Henk heeft gelanceerd, Roel Ezendam. Hallo daar. Goedenavond. Welkom. Goedenavond. Ja, Action Henk, maar direct met de Henk in huis vallen. Kun je een korte elevator pitch geven? Wat is Action Henk? Nou, Action Henk is een game over een soort van actieheld is het eigenlijk. Het is een speelgoed actiefiguur. Maar hij zit een beetje in een midlife crisis. Want vroeger was hij helemaal de shit. In de 80's en in de 90's was hij een hele stoere actiefiguur. Maar nu is hij een beetje, hij heeft een beetje een bierbuikje gekregen. Hij zit de hele dag op de bank tv te kijken. Maar in de game wil hij eigenlijk laten zien dat hij toch nog steeds de snelste kan zijn. En dat is ook waar de game dan om draait. Want de game is eigenlijk, het is een vrij simpele, een soort van speedrunning platformer game. Waarin je heel erg met je physics en je momentum moet spelen. Om zo snel mogelijke tijden te zetten op levels. En dat lijkt heel erg op zoals games als Trials of Trackmania dat doen. Je hebt gewoon levels en je moet zo snel mogelijk die levels halen. En dan kun je medailles scoren. En je hebt ook nog leaderboards en replays en ghosts en dat soort dingen. Het deed mij inderdaad heel erg denken aan Trials. En dat is ook een grote inspiratiebron, want dit is een fantastisch spel. Ja. Nee, Trials is zeker wel een grote inspiratiebron. Dat hebben we echt wel menig avond zitten spelen op de bank hier met z'n allen. En dat was wel, dat heeft ons zeker wel geïnspireerd bij Action Henk. Ook al is het dan, uiteindelijk Trials is natuurlijk dan met de motorfiets. En Action Henk is echt een game die gewoon puur gaat om rennen en glijden en dat soort dingen. Dus de daadwerkelijke bewegingen zijn iets anders, maar het heeft er wel veel van weg qua gewoon een beetje hoe de hele structuur van de game werkt. Ik heb ook het idee dat de naam, ik bedoel het is Henk met H-E-N-K. Ik bedoel het is gewoon een Engelse game, maar het voelt als een soort van onderrondje met alle Nederlandse gamers. Want wij snappen wat voor lompe naam Henk eigenlijk is en wat voor extra laag er in die naam zit. Al die Amerikanen die dit gaan spelen, die halen dat totaal niet uit. Ja. Nou, wat we vooral zien is als we iets van coverage krijgen op wat grotere websites met gewoon groot publiek, dan doen mensen het heel veel vergelijken met Action Henk met een A. En dat is een karakter uit Dexter's Laboratory. Dat is een Cartoon Network van vroeger. En dus daar doen mensen het heel erg veel mee vergelijken. Toy Story moest ik bedoel, ook bijna het plot wat je nou aangeeft, doet me ook een beetje denken aan Woody, die niet helemaal meer de held is die hij vroeger was. Ja. Die link zit er ook wel in, of niet? Dat is ook wel inspiratie geweest. Nou, dat is dus eigenlijk heel typisch dat het best wel een Toy Story vibe heeft en dat soort dingen. Maar we hebben eigenlijk bijna niet naar Toy Story gekeken. Ook omdat we dat toch een beetje een eigen invulling aan wilden geven. Dus, merkwaardig genoeg hebben we eigenlijk Toy Story bijna niet als referentie gebruikt of zo. Maar als je het zo naast elkaar houdt, dan lijkt het inderdaad wel heel erg op elkaar. Want het speelt zich allemaal af in eigenlijk gewoon een speelkamer van een kind. Ja. Overal speelgoed staat en Action Henk zelf is ook een speelgoedfiguurtje. En die glijdt dan over zo'n speelgoedbaan met allemaal uit blokken gebouwd, zeg maar. En elementen. Van Hot Wheels-achtige racebanen. Daar moest ik zo aan denken. Ik weet nog hoe die dingen voelen. Hoe buigzaam ze zijn en zo. Dat je zo'n lange baan met 2 loopings. En dat je dan van hoogte moest laten. Echt geweldig. Heel erg nostalgisch gevoel ervan. Nou, dat is mooi. Want dat is eigenlijk wel een van de belangrijkste dingen van de game. Is wel mensen toch een beetje dat nostalgische gevoel te geven. Maar bij heel veel gewoon subtiele referenties naar dingen van vroeger. Als Thunderbirds en dat soort dingen. Gewoon van die dingen uit onze jeugd hebben we daar allemaal in gestopt. En dat zorgt er ook voor dat het een beetje voor... dat de game voor wel verschillende leeftijden leuk is. Want het is natuurlijk gewoon heel vrolijk en kleurrijk. En het is heel geschikt voor, zeg maar, jonge publiek. Maar we hebben toch ook wel heel veel van die referenties en wat subtielere grapjes en zo erin zitten. En dat is dan toch weer wat voor mensen van een beetje van onze leeftijd, zeg maar. En wat is jullie leeftijd? Ik ben zelf 24 en we zijn allemaal rond die leeftijd, 24, 25. Dat is niks voor jou, Harry. ik wou nog zeggen, oh ja, inderdaad. Ja, nee. Dat is... Ik voel me een beetje de cliché door het te zeggen, hoor. Maar ik speelde dit en ik had de hele tijd iets van, waarom is dit geen mobiel spel? Ja. De reden dat het geen mobiel spel is, is omdat we toch vrij high-end graphics doen. Het is gewoon een hele drukke 3D-wereld. En de gameplay is heel erg Twitch. Ja, het is heel erg Twitch gameplay. Als in het komt heel nauw wat je doet. En het moet heel precies allemaal. En dat leent zich meestal niet zo goed voor een touch interface. Ja. Dus dat in combinatie met dat het überhaupt al moeilijk is om gewoon die graphics op een mobiel te laten draaien, hadden we zoiets van, we focussen ons wel gewoon op een PC-game en dan via Steam en zo. Ja, of Kinect, weet je, dat is ook zo. Maar het is op zich wel grappig, want er zijn eigenlijk niet zo heel veel soort spellen als dit op Steam, heb ik het idee. Als ze er zijn, heb ik ze gewoon niet gespeeld. Maar dat soort highscore spelletjes, ook met gewoon de focus dat je echt tegen je vrienden kunt racen, wat echt wel cool is in jullie game. Ik bedoel, dat deed ik vroeger met Erwin, totdat ik doorhad dat ik hem nooit kon verslaan. Ik heb Erwin verslagen, hoor, in dit spel, even voor de duidelijkheid. Op de eerste Ik heb Erwin, ja. Hebben jullie een beetje die rivaliteit dan wel tegen elkaar? Nee, ik kan me niet schelen als zij verliezen. Maar dat is het ding. Ik bedoel, Erwin heeft nu geen iPhone meer, maar toen hij dat nog had, altijd als er een highscore spelletje met Gamecenter ondersteuning kwam, dan was het altijd Erwin's scorewerk tegenaan zat te botsen. Ja, de threes, manie. Allemachtig, zeg. Dat was echt zo intimiderend dat ik gewoon stopte met spelen. Want dat was Graham's number wat hij produceerde. Dat is een heel groot wiskundig nummer. Dat is een ja, precies. Ik speel nog steeds. Nee, het is een beetje... even kijken... Ja, dat is natuurlijk wel leuk. Het is wel een beetje dat, in dat opzicht is het ook een beetje een soort van klassieke game. Gewoon dat high scores bieden en zo. En leaderboards. En er zijn op zich wel veel spelletjes die dat doen op Steam. Want er zijn een heleboel games die soortgelijk iets hebben. Alleen ik geloof dat er maar weinig echt het platformen combineren met het racen. Dus eigenlijk echt een racende platformer. De meeste games zijn dan toch meer of echt race games, of echt gewoon hardcore platformer games, zoals bijvoorbeeld Super Meat Boy bijvoorbeeld. Ik weet niet of jullie die gespeeld hebben. Zeker. Ja. Nou, dat is veel meer zo'n een game waarin je echt de uitdaging is om het level überhaupt te halen. En niet per se om hem zo snel mogelijk te halen. De levels gaan echt omdat je gewoon niet af moet gaan. En Action Henk is veel meer, juist door het feit dat alles met curves is gemaakt, omdat alles met die curves is, hangt het heel erg af van waar je precies springt en waar je precies landt. Omdat dus alles is physics-based, zeg maar. Dus omdat alles physics-based is, maakt het heel erg uit hoe jouw pad precies is. En dat is, op die manier kun je heel erg makkelijk net die milliseconden eraf schaven. En als je dingen net iets beter doet, dan kun je op de loop van een heel level makkelijk een aantal secondes eraf halen zelfs. Ja, je kunt dus tegen een ghost racen. En dat kan dan een ghost met een bronzen medaille, een zilveren medaille of een gouden medaille zijn. En daar kun je dus ook een beetje mee leren hoe het moet. Want dan merk je wel heel snel van, zeker, want je moet eigenlijk om de levels vrij te spelen, moet je praktisch overal wel een gouden medaille halen. En dan ga je dus tegen zo'n ghost met een gouden medaille, ga je racen. En dan merk je net die kleine dingetjes die je anders doet. En dan elke millimeter kan net weer schelen dat je toch weer voorloopt en zo. Dat is wel cool. Ja, mooi. Dat is wel het idee ook. Dat was ook al ons idee met die ghosts, omdat er heel veel zijn hele... Er zitten een heleboel hele subtiele trucjes in het spel. Ja. En dat maakt het ook leuk, want je kan het heel makkelijk oppikken. Want het is meteen, na 1 level snap je al wat het idee is en hoe het werkt. Maar je kan na 3 uur nog steeds, na 10 uur... Ik bedoel, ik heb nou volgens mij op mijn Steam staan dat die game al iets van 500 uur gespeeld is natuurlijk. Ja, dat ik ook moet werken de hele dag. Maar zelfs nu leer ik af en toe nog nieuwe dingetjes bij, die ik zelf niet eens bedacht had toen ik de physics aan het maken was. Oké. Dus dat is heel leuk, als iemand anders jou iets kan leren over je eigen physics. Ik merk ook vooral dat op een gegeven moment wordt er zo'n hoekshot geïntroduceerd. En dan kun je dus naar een plafond schieten en dan zo over een veen gaan. Of je kan het ook gebruiken om een opstapje wat makkelijker te nemen. Volgens mij is daar heel veel mee mogelijk met levels net op een andere manier nemen, zeg maar. Ja. Nee, inderdaad. Ja, dat gaat toch weer heel makkelijk. Voeg je dan weer inderdaad iets toe eraan. Nou, daar willen we nog wel meer mee experimenteren. Met grappling hook en ook wel andere soort van pick-ups dingetjes. Ja, dat was ik een beetje benieuwd naar waar jullie naartoe gaan. Want het is nu... sorry hoor. Ik verslik mij even. Voorzichtig met die popcorn. Ja, dat is een risico. Ik moet nog leren eten. Maar ik heb bier om het weg te spoelen. Dus over een half uur is een heel andere podcast. Het deed me een beetje denken aan Tiny Wings ook, de mechanics. Hebben jullie daar dingen van geleerd? Nou, dat is heel grappig dat je dat zegt. Want het is niet per se een inspiratie geweest voor mij. Maar ik stond er wel heel erg bij stil dat het daar eigenlijk heel erg op lijkt. Maar wat ik eigenlijk altijd een beetje loop te verkondigen is dat meer mensen games moeten maken die met curves gebouwd zijn. Die op curves gebaseerd zijn. Omdat dat iets is wat op de een of andere manier voelt dat heel natuurlijk aan of zo. Dat voelt gewoon heel fijn. En Tiny Wings is denk ik het beste voorbeeld van een game die eigenlijk alleen maar gaat om gewoon netjes in een curve landen. En als je dat goed doet is dat echt de fijnste game die er is. Komt er nou ook een Pamela Anderson level? Wie weet. Alles is er ook. Nevermind. Sorry. Ja. En je zal trouwens dan nog versteld staan als je nog de skins gaat zien die we nog later gaan announcen. Ja, dus ik heb al een bathing suit Action Henk. Weet ik niet heel blij. Dat haalt een andere definitie voor het woord beloning, wordt het dan ook. Ja, sommige dingen kan je niet meer unseen, zeggen ze wel eens. Ik vind de Sonic Action Henk wel briljant trouwens. Ja, klopt. Ja. Oh, die heeft niks met Sonic te maken, hè? Het is gewoon... Blazing Blue Henk is het. Ja, klaag ons niet aan. Hij heeft gewoon toevallig gekleurde feestmutsjes heeft hij op, als je goed kijkt. Maar waar gaan we... Ik bedoel, dit principe, ik vond het meteen leuk. Ik vond het ook erg leuk om meteen een highscore van Erwin te zien en die te gaan verbeteren. Mm-hmm. Maar dat maakt het levendig, weet je wel. Dat is net, we spelen Civilization iedere zondagavond en spelen tegen echte mensen is altijd leuker dan spelen tegen de AI. Maar waar gaan jullie hier... Blijft dit het basisconcept? Of zijn jullie nog, hebben jullie nog verrassingen in de hoge hoek zitten die jullie nu willen onthullen? Of een story mode of wat dan ook? Gaat er nog ergens heen behalve het core concept? Nou, om te beginnen is er nog heel veel dingen staan nog open aan onze kant. Omdat we zijn de laatste, toch wel een maand of zo, 2 maanden zijn we zo druk bezig geweest met gewoon early access afronden dat we nog helemaal niet zo heel goed gekeken hebben naar wat we nou precies gaan doen tijdens Early Access. En ook juist de eerste feedback die we nu krijgen, die bepaalt heel erg mee in wat we nou precies de komende... Ja, het zal toch nog zeker wel een half jaar worden dat we aan de game gaan werken. En ja, je weet hoe makkelijk dat uitloopt met game development. Dus we willen gewoon nog een heleboel dingen doen, maar allereerst willen we gewoon veel meer content maken. Want het is nu, je kan nu gewoon vrij snel door de game heen spelen en we willen gewoon in eerste instantie veel meer levels gaan maken. Zodat mensen gewoon toch meer hebben om te spelen. Nou, daarbij komen dan ook natuurlijk weer meer characters. Er komen in totaal dus 6 characters uiteindelijk. En die hebben allemaal ook weer hun eigen skins. Dus ze zijn allemaal weer... Maar dat is allemaal meer een beetje... Ja, esthetisch is dat allemaal. Dat is gewoon leuke beloningen en zo. En we willen nog wat met andere mechanics gaan experimenteren. Zoals dingen... Een pogo-stick willen we gaan proberen. Dingen als een soort van wat is het? Radiografisch bestuurbare jeepje, zeg maar. Oh, nice. Maar in essentie, dit is wat de game nu is, zo zal het in essentie altijd blijven. Want uiteindelijk is Action Henk wel een hele simpele game. En dat is denk ik ook wat hem soort van sterk maakt. Dat hij juist zo makkelijk is om te snappen. Terwijl je er juist zoveel nog in kan leren en zoveel in kan verbeteren. Ja. Maar ik stel me zo voor dat je hier een 4-player battle race mode van zou kunnen maken met wapens. Dat je een soort Super Smash Brothers krijgt gecombineerd met wat jullie al hebben. Dus dat je elkaar kan hinderen, kan helpen, dat je olie op de weg kan gooien, weet ik veel. Ja, als je dat heel leuk lijkt, dan kan ben je het spel Speedrunners? Nee. Nou, Speedrunners, dan zou ik dat echt gaan spelen. Oh, dus we moeten een ander spel gaan spelen dan dit, oké. Okay. Dat is namelijk, dat is gemaakt door, ook door Nederlandse developers is dat gemaakt. En dat is een beetje de soort van, wij hebben veel meer het soort van, echt het racen, meer het soort van optimaliseren en perfectie in racen. En Speedrunners is eigenlijk precies wat jij nu zegt. Dus dat je met z'n vieren ook een soort van gaat racen en platformen, maar meer op een soort van, zo'n Mario Kart-achtige manier. Dus dat je pick-ups hebt en op elkaar kan schieten en elkaar kan verhinderen. Dus, en we willen ook juist niet dat concept gaan worden ook, omdat het bestaat al en zij doen het hartstikke goed. En zij helpen ons juist ook, die gasten hebben ons heel veel goede feedback gegeven en advies. Dus we willen Action Henk wel gewoon echt een game laten blijven die puur over het soort van... Uiteindelijk zal je nooit echt interactie met andere mensen hebben. Als in, je zal nooit elkaar kunnen botsen of tegenhouden. Wat ons wel heel leuk lijkt is zoiets als dat je local multiplayer kan doen. Dus dat je met z'n vieren eigenlijk tegelijkertijd een level aan het spelen bent. Maar dat je eigenlijk 4 banen dan naast elkaar hebt bijvoorbeeld. Oh, ja. Dus Of online multiplayer is nog een beetje tricky. Dan moeten we even kijken of we daar een oplossing voor kunnen verzinnen die niet al te lang duurt om te maken. Want dat duurt nou eenmaal gewoon heel lang om te maken. Dus dat staat ook allemaal, weet je, zoals ik al zei, het staat nog allemaal niet vast. En het zijn vooral allemaal nog ideeën. Net als, weet je, level editor is ook iets wat al heel veel mensen zeggen. Ja, krijgen we een level editor. Daar hebben we ook al naar gekeken. En dat kost ook weer heel veel tijd om te maken, om dat goed te doen. Ja. Dus ook dat is weer zoiets van, eigenlijk al die dingen die ik nu opnoem, die zouden we heel graag allemaal doen. Maar het is natuurlijk maar even afwegen wat haalbaar is en hoeveel tijd het dan kost. En hoeveel mensen erom vragen. Dus in principe staat alles nog open. Wat ik wel hoop is dat het blijft, dat het best wel heel snel al heel moeilijk wordt. Bij heel vaak van dit soort games, bijvoorbeeld op de iPhone in ieder geval van die 3-sterren games, die zijn, daar fiets je zo doorheen, zeg maar. Yeah. En hier heb je al vrij snel dat je gewoon vastloopt, want je wilt die nieuwe levels unlocken, maar dan moet je overal goud hebben. En dan moet je wel echt gelijk aan de slag, zeg maar, en leren en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ik hoop wel dat ook wel het ding blijft. Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk is het inderdaad wel een... het is wel een vrij... Een game met echt wel nog een hardcore kant eraan ook. Dat vinden wij zelf ook wel belangrijk. Dat het gewoon nog wel ook... Want ik weet niet of jullie toevallig bij die laatste levels zijn gekomen. Bij de work-in-progress levels. Ja, bij de work-in-progress levels. Want daar zit een paar echt... Dan wordt het ineens echt heel moeilijk. Nou, dat is natuurlijk... Dat loopt nog veel te snel op, omdat er nog heel veel tussen moet qua levels. Want hij gaat echt naar medium, hard en dan echt meteen naar insane. Ja, Dus, maar dat is wel om te laten zien zo van, nou jongens, het kan nog echt heel moeilijk gaan worden. En ook voor ons om te kijken van, hoe ver kunnen we die mechanics trekken, zeg maar. Hoe moeilijk kunnen we ze maken? En wel gewoon, weet je, op een eerlijke manier. Dus het is gewoon, Het kan heel moeilijk worden. En ook dat is ook weer geïnspireerd op Trials. Die hebben op een gegeven moment ook echt belachelijk moeilijke levels. Ja. En dat vonden we ook gewoon geweldig. Hoe het op een gegeven moment gewoon echt niet meer te doen is. Zowat. Dat je echt bij de eerste sprong al denkt, hoe ga ik dit ooit halen? En dan kom je telkens een paar centimeter verder. En dan en dat is ook weer overwinnen. Wat die ultimate test, dat level is. Ja, dat is gewoon, dat level is zo belachelijk moeilijk. Dat mensen bij de eerste sprong al denken van, hoe ga ik dit ooit halen? Maar als je het vaak doet... Ik bedoel, ik heb hem inmiddels zo vaak gedaan dat ik die eerste sprong, die kan ik, dat gaat gewoon, weet je wel, met gemak gaat het op een gegeven moment. En dat is zo cool als je merkt dat je op een gegeven moment echt controle krijgt over die hele subtiele dingetjes. We willen echt graag ook wel nog een hardcore kant aan het spel hebben. Maar houden jullie dan ook de metadata, zeg maar, van al die spelers in de gaten? Van deze 1000 spelers die dit level hebben gedaan, daar sprongen 100 hier, 100 daar, dus we moeten hiermee rekening houden. En dit is de gemiddelde score, dat is natuurlijk het makkelijkste om bij te houden, maar dit is de gemiddelde score, de eindtijd voor mensen in mijn eindigen. En hoe ver hou je erbij wat mensen in het spel doen? Ja, je wil natuurlijk zoveel mogelijk bijhouden eigenlijk. Dat is dat sowieso, want je hebt gewoon heel veel eraan. Alleen, waar we wel een beetje tegenaan liepen was ook van, je moet wel, zodra je data gaat bijhouden, een beetje nadenken over wat wil je er precies mee. Want gewoon heel veel dingen verzamelen is niet moeilijk. Maar het idee is dat je uiteindelijk wel iets hebt waar je ook iets mee kan natuurlijk. En dat is wat het zo lastig maakt. Want om daar conclusies uit te trekken uit je data. Dus dat is even wel lastig. En dat is natuurlijk, dat zal ook nog wel een beetje over time, zodat langzaam beter gaan werken. Maar we houden bijvoorbeeld wel al bij van, nou ja, weet je, welk percentage van de mensen haalt het level? Welk van de mensen haalt het überhaupt niet? Hoeveel haalt gouden medaille? Wat zijn de gemiddelde speeltijd? Wat is je framerate? Allemaal dat soort dingen. Dus uiteindelijk is het wel natuurlijk heel belangrijk om dat bij te gaan houden. Ga je dan uiteindelijk ook levels ontwerpen met in je achterhoofd van, ik wil eigenlijk dat niet meer dan 10% dit level gaat halen? Ja, maar dat doe ik al een beetje, maar dat werkt net iets anders werkt dat. Want nou, wat dus heel erg helpt bij het maken van levels is, kijk, als je bijvoorbeeld zoiets als dat laatste level pakt, die sprongen zijn zo precies allemaal, dat is bijna niet te doen als je dat allemaal moet gaan, proberen, zeg maar. Als je een blokje neerzetten en dan proberen of te halen is en dan anders zetten en dan niet weten of het überhaupt te doen is en allemaal dat soort dingen. Dus ik heb een tooltje geschreven die eigenlijk de physics kan simuleren en dan eigenlijk kan zeggen van, oké, op dit moment wil je op spatie duwen, op dit moment doe je sliden, op dit moment doe je dit. En dan laat hij heel precies zien van, oké, dit is hoe jouw pad gaat zijn. Omdat hij gewoon de physics eigenlijk simuleert gewoon. En dat is super handig is dat, met name als ik een moeilijk level maak. Omdat ik dan de blokjes zo neer kan zetten en dan weet van, oké, dit is gewoon te halen. En dan weet ik ook van, aan dat ding te zien, weet ik dat het echt alleen maar te doen is als je het echt bijna perfect doet. En op die manier weet ik al van, ja, je moet het precies zo goed doen en dan pas kan je het halen. Zou je alsjeblieft één level willen ontwerpen wat echt net onmogelijk is? Nou, wat echt ook aantoonbaar niet te halen is? Nou ja, dat is dus... Maar dan dat het eruit ziet of het wel kan. Dus dat iedereen volkomen krankzinnig ervan wordt. Dat lijkt me geweldig. Ik denk dat nu al bij die Ultimate Test al een beetje is dat mensen echt denken van, hoe kan dit? Dit kan helemaal. Ja, dus... Ik had bij die Work in Progress levels, en zeker die Ultimate Test, had ik wel iets van, ik praat het aan mezelf goed. Ik dacht van, dit is gewoon nog niet af. Dat kan gewoon niet. Maar nu hoor ik dus dat het gewoon heel moeilijk is. Dus, ja, de Ultimate Test kun je in 35 seconden halen. Okay. Wat is jouw tijd? Ja, nou mijn is dus iets van 35,5 seconden. En er is één iemand die echt al mijn highscores overal gebeat heeft. Dat is een andere developer, een vriend van ons. En hij is echt zo belachelijk goed in de game. Hij heeft overal die highscores. En dat is echt heel cool. Dus dat, hij heeft een halve seconde verschil. Wat zei je? Hij heeft dan een halve seconde verschil bij dat level. Even kijken. Ik heb iets van 35,5 seconden. En hij heeft geloof ik iets van 34,5 seconden of zo. Hij is wel echt sneller. Dat doet zo pijn. Ja. Dat was wel echt even slikken toen hij dat voor... Inmiddels ben ik eraan gewend dat ik hem nooit meer kan verslaan. Dus inmiddels heb ik me er al een tijdje bij neergelegd. Je kan het wel aanpassen. Maar 5 of 10 seconden is één ding. Maar als het echt op een seconde zeg maar zit... Ja, maar dat is het spel. Ja, maar dat is zo... dan weet je dat je het waarschijnlijk wel kunt. Ja. Op een gegeven moment wordt het echt gaat om honderdste gaat het gewoon. Het gaat om honderdste seconden. Het is dat Ultimate Test level zo ontzettend moeilijk is dat het überhaupt in één keer halen al een prestatie op zich is. Maar bij juist die eerdere levels, die zijn heel erg zo van, je hebt heel veel manieren waarop je dat kan doen. Er zit heel veel mogelijkheid in. En dan moet je net elke sprong net goed weten te timen. En dat kan dan net die 100ste seconde verschil maken. Ja, dat is wel heel leuk om te zien. Als je die top 10 ziet. En dan zit bij iedereen net zo'n paar 100ste zitten tussen. Zo. Ja, dat is echt super cool. Maar ik merkte dat meteen toen ik aan het spelen was. Dus ik kreeg een beetje flashback naar Stuntman. Die race waar je een perfecte lijn moest rijden om een autostunt uit te voeren op een terrein. PlayStation 2 was dat, meen ik. Maar zo heerlijk dat je ik zie de eerste 3 stappen al, dit gaat niet lukken, want ik doe iets verkeerd. Yeah. En dat je instant overnieuw kan beginnen. Yeah. En dat ik op een gegeven moment dan merk, ik ben nu al letterlijk 5 minuten de eerste 10 meter van dit parcours gewoon overnieuw aan het blijven klikken. Gewoon want, nee. En dat is heel erg leuk, maar ook heel gevaarlijk als je deadlines hebt en zo. Maar dat maakt het ook doenbaar. Ook net zoals bij games van Trials. Als het niet zo snel met één druk op de knop dat je weer opnieuw begint, dan gaat het plezier er snel af. Ja. Juist omdat je direct opnieuw kan beginnen, houdt het interessant en boeiend en blijf je doorspelen. En de muziek gaat door ook. Dat vond ik ook zo'n leuk detail. Ja. Dat, dat gewoon niet, dat je gevoel voor fun niet doorbroken wordt daar. Nee, maar het hoort er inderdaad echt bij. Dat restarten en dat inderdaad heel de tijd op backspace duwen. Dat is zo'n onderdeel van de game. Dat we daar ook wel over nadenken. Dat we daar wel vanuit gaan dat mensen dat doen. Want kijk, als je gewoon door elk level heen loopt één keer, ja, dan heb je inderdaad in een half uur kun je door die game heen gaan. Op die moeilijke levels na dan hoor. Maar dat is juist helemaal niet waar de game om gaat. Het gaat juist om dat je inderdaad echt voor die perfectie streeft. En dat is ook de reden dat die levels die zijn maar iets van 20 seconden of zo. Dus je hebt ook niet het gevoel van, ja, dit is 20, 30 seconden zijn ze gemiddeld. Dus je hebt ook niet het... Als je 3 minuten met een level bezig bent en je maakt dan een foutje op het einde, dan is het echt zo, dat is heel frustrerend. Ja. De levels zijn zo kort dat ze ook gemaakt zijn om gewoon te perfectioneren, dat je ze echt gewoon in één keer kan uitvoeren. En daarom dat backspace duwen en er helemaal in die flow zitten van blijven proberen. Dat is echt wel waar de game om draait inderdaad. In het begin zei jij iets over de physics, dat je dat steeds meer beter leert kennen, ook al hebben jullie dat zelf gemaakt. Maar zijn er dingen van spelers die je echt verrast hebben van, wow, dat dit mogelijk is? Dus ik denk dat we daarvoor nog iets meer spelers moeten hebben. Want tot nu toe zijn er wel een aantal dingen die mij inderdaad, die ik echt geleerd heb van anderen. Van, wow, ik wist helemaal niet, dit is een heel cool trucje waar ik nog helemaal niet over nagedacht had. Zoals voorbeeld? Dat is dan, met name dus die ene jongen die al mijn highscores aan het beaten is. Als ik dan zie hoe hij een level speelt, dan had ik want ja, ik doe dus, als ik een level bouw, dan heb ik ook al in gedachten wat de ideale route is. En dan bouw ik hem daar een beetje op, zeg maar, zo van, ja, wat is de beste route en wat is een beetje minder goede route is. Maar dan verwacht ik ook dat dat een beetje de snelste manier is. En dan is het juist heel cool als hij dan ging spelen en ineens een heel andere manier had waarop je het level deed, waar ik helemaal niet over nagedacht had. Ja. En dan gewoon 2-3 seconden sneller is dan mij. En dan echt zo, wow, oké, dat is eigenlijk wel heel cool hoe hij dat bedacht heeft. Zijn er nog geheime shortcuts of zo die je gaat toevoegen? Om 2 seconden het parcours te kunnen voltooien of zo, als je de truc weet. In principe het is de geheimen zijn meer gewoon de physics zelf leren kennen. Als je echt precies weet hoe de physics in elkaar steekt, dan kun je echt hele, hele goede tijden kun je halen. En dat is echt waar de hele game ook om draait. Dus dat moet je gewoon leren, gewoon door het veel te spelen. Oké, Action Henk, €10 op Steam Early Access. Yes. We gaan naar de pauze. Weer een nieuwe Overclocked Remix. Deze keer een remix van World of Warcraft. Een beetje te eren dat mijn masterthesis klaar is, mijn masterscriptie, dat natuurlijk over World of Warcraft ging, is ingeleverd. Ik heb nog geen cijfer en ik wacht al een week en ik word helemaal gek. Wat speel je veel games nu? Ik speel alle games! Alles behalve! Vooral geen World of Warcraft. Nooit meer. Maar dit is ook gewoon een hele mooie remix met een zangeres erin en dat is altijd wat leuker dan alleen muziek. En het nummer heet Heart of the Moon. Dat was Heart of the Moon, een Overclocked Remix van World of Warcraft. De hele remix is te horen op ocremix.org of via de link op gamebaits.nl. We hadden het vorige week al kort even over Divinity Original Sin uit België. En nu hebben we hem alle drie gespeeld. Dat gebeurt ook niet heel vaak dat we alle drie... Is het ook gelukt? Nou, ik heb niet heel veel gespeeld. Want hij crasht ongeveer na 3 keer 7 of 1 keer laden. Dus ik speel kleine stukjes. Dus als je het gewoon als een iOS game benadert, dan lijkt het net alsof het zo hoort. Dat is prima. Hoe ver ben je dan ongeveer gekomen? Niet heel... Ik zit in die eerste stad. Oh, oké. Okay. Dat is echt de eerste half uur zo'n beetje. Ja. Ja. Nee, dat is geen... ik heb ook nog de eerste tutorial dungeon. En dan heb je dan de eerste stad, ja. Ja, oké. Maar dat is hier, wat gebeurt er dan precies? Is dat iets wat aan jouw computer ligt of is dat een game? Wat is los? Ik denk beide. Dat mijn computer niet sterk genoeg is, niet genoeg RAM en zo. Dat het daardoor wat moeilijker loopt. Maar er zijn ook meer mensen die dit hebben. Dus ik vermoed dat het met patches wel opgelost kan worden. Ook... Maar dat duurt dan even. Het is ook wat buggy. Dat merk ik zelf ook hoor. Ja. Ik bedoel, er zijn momenten dan... ik speel het heel veel met mijn vriendin nu. Ik bedoel, het heeft dus een... 2-player co-op modus. Dat is waarin je een man en een vrouw speelt. Ik bedoel, dit is het stelletjespel. Bam, klaar, fantastisch. Maar af en toe dan is hij bijvoorbeeld in gesprek met iemand. En dan, dan doe ik wel mee aan het gesprek. Want je hebt co-op conversaties, maar dan lees ik de helft niet. Of andersom. Of dan praat iemand met een personage. En dan ziet zij opeens mijn personage weglopen. Terwijl ik helemaal niks aan het doen ben. Partymembers die niet mee willen lopen. Allemaal van die kleine glitches. Die zitten er eigenlijk allemaal in. Dus, ik weet niet, ik bedoel, het is een Belgische studio's, ze zijn niet bizar groot. Ik bedoel, het is een super ambitieus project, het is echt een gigantische game, maar... Ja. Ik heb gewoon een korte introductie geven nog? Ja, zullen we dat doen? Ja, het is dus een heel erg oldschool Baldur's Gate-achtig, isometrisch, top-down roleplaying game. En dit klinkt heel klassiek en dat is het ook in gameplay, dus de gevechten zijn turn-based, het speelt zich af in een ontzettend Dungeons & Dragons geïnspireerde wereld. Het is fucking gorgeous, de details in de omgeving zijn fantastisch. Ja. En het is een heel erg, het speelt, ook al is het traditioneel, voelt het toch modern. Want ik ben nog niet iets tegengekomen waar ik me aan ergerde of zo. De gevechten zijn tactisch, dus interactie met de omgeving. Het is echt een soort spel waar als je vroeger Baldur's Gate tof vond, dan is dit echt je Valhalla. Dikke sigaar is dat dan. Nee, ja. Ik merkte dat het eigenlijk gek genoeg, ik geloof nog niet helemaal van mezelf dat ik dat denk, dat het mijn eerste echte top-down party RPG is. Dat ik heb nooit games als Baldur's Gate en Icewind Dale en zo. Fallout ook nooit gespeeld oorspronkelijke? Nee, alleen de nieuwe. Het is ook een beetje een dood genre, hè? Ik bedoel, inderdaad, Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter is geloof ik misschien de laatste grote die dit echt zo deed. Ik bedoel, we hebben wel top-down RPG's gehad, maar dat waren echt actie-RPG's zoals Diablo en zo. Het is een kleine revival gaande. Wasteland 2 is nu een Kickstarter geweest. Is dat er ook, hè? Ja, dat speelt hetzelfde, nou niet hetzelfde, maar hetzelfde perspectief en idee. En Shadowrun is ook zo'n soort spel. Dus er is wel een... Ja, dat is gelijk. Je hebt gelijk dat het een doodgenre was, maar de afgelopen 3-4 jaar, eigenlijk met de opkomst van Kickstarter, blijkt dus dat er genoeg mensen zijn zoals ik en jullie die dit dus willen. Maar het is gewoon dit is niet een soort spel waar je 4 miljoen exemplaren mee verkoopt. Nee, maar om even de vergelijking met Diablo af te maken. Ik bedoel, Diablo is ook zo'n top-down RPG, maar daar ga je echt razendsnel doorheen. En wat dit soort spellen eigenlijk zo bijzonder maakt, en ik denk dat dat ook de reden is waarom het eigenlijk niet meer zo verkoopt, is dat het zijn geen sensatiegames. Ik bedoel, je start en je krijgt gewoon een dorpje voor je. En daar kun je langzaam doorheen gaan lopen, met iedereen gaan praten. Dan hoor je wat geruchten die in het dorp spelen. Kom je misschien eens een keer een boek tegen waar het zo grappigs in staat. En als je aan het einde gewoon... Uiteindelijk kom je achter een groot complot en vind je een geheime deur achter een boekenkast en zit daar een kerker met monsters. Maar heel veel van het spel is gewoon een beetje de omgeving in je opnemen en leren wat er aan de hand is. En daar zitten geen explosies in, er zit geen achtbaan in. Ja, dat zal denk ik, er zit minder sensatie achter, maar dat is wel iets waar heel veel PC-gamers, Gillian zal juichen nu, mee zijn opgegroeid. Het is ik wou zeggen, het is Elder Scrolls, maar dan met meer gevoel voor humor. Want het is hetzelfde soort diepgang in de interactie met de omgeving. Met allemaal dingen die je op kan pakken. En wat je zegt, Bas, boeken waar dingen in staan. Maar het neemt zichzelf niet zo godallemachtig serieus. Daar ben ik heel blij om. Ik was helemaal voorbereid om een... ik was al door een van mijn Steam-vrienden, had ik vorige week ook gezegd. Die zit nu al op €65 of zo. Die had me al voorbereid, zeg maar, van... Het is niet zo'n spel, niet een RPG met waypoints en zo. Je moet het allemaal wel zelf uitvinden. Ik dacht van, dat komt helemaal goed, ga ik doen. Leuk, weer wat anders. En dan kom je dus dat eerste stadje binnen. En dan staat er een boot in de fik. En de mensen die riepen van... Oh, was er maar iemand met een waterspreuk. Ja, van, dat ga ik doen. Prima. Dit is mijn eerste quest, mijn eerste ding. Zelf opgepikt en daar ga ik wat mee doen. Dus ik ga zoeken naar een winkeltje die zo'n spel verkoopt. En ik zoek. En op een gegeven moment hoor ik... Ik liep op de markt en dan hoor je echt zo'n vrouw roepen van... De best spels of zoiets. En ik dacht, oh, die moet ik hebben. Nou, had ik het nog niet direct gevonden, maar toen zag ik opeens zo'n vrouw met allemaal drankjes staan. Oké, die moet ik hebben. Dus ik ga naar haar toe en ik koop van haar een regenspreuk. En dat was best duur. Maar je dacht van, ja, maar die boot... Dat is belangrijk. Het zijn allemaal mensen met emmers die boot aan het blussen. Ik kan met één zo'n regenspel, prima, dat doe ik. Ik met mijn regenspel op zak, mijn regenspreuk, ik weer teruglopen. Ik de weg helemaal kwijtraken. Ik kon het niet vinden. Allemaal doodlopende straatjes en hoekjes en dingetjes. Uiteindelijk herkende ik de terugweg weer. Ik loop terug, heel blij met mijn regenspreuk. Is die boot gezonken? Sta ik daar? En toen crasht het spel. En toen crasht het ook nog. Ja, zoals dat. Wat ik op een gegeven moment merkte, is ook heel vlot in het begin van het spel. En daar werd ik heel vrolijk van dat het zo werkte. Dan gevecht is een turn-based. Dus op het moment dat jij een gebied binnenkomt waar vijanden zijn, dan verandert het spel van overal maar klikken. Nou, je hebt een set action points en dan kan je spreuken gebruiken, aanvallen. En dat werkt dan zo. En het eerste gevecht wat ik tegenkwam, een heel klein beetje een spoiler, maar de eerste kwartier, fuck it. Heb je dat orks aan het vechten zijn met soldaten van de stad. En jij wordt bij het gevecht betrokken. En het is uiteraard de bedoeling dat jij die orks dan dood en die soldaten helpt. En er staan ook vaten. En de klassieker uit elke shooter, red barrels. En ik dacht op een gegeven moment, zou het inderdaad zo werken dat als ik die barrel raak met een vuurspreuk, dat hij dan ontploft. En dat was zo, inclusief friendly fire. Dus niet alleen had ik de orks aangevallen, maar ook die soldaten. Dus ik had nou opeens alles tegen me. En ik reload gedaan. Ik dacht, nee, zo ben ik niet. Ik ben de held, ik ben hier niet. Dus, maar het feit dat de engine zo werkt, met dat soort elementen, daar word ik heel vrolijk van. Omdat er dus niet alleen is er interactie met de omgeving, maar er is dus ook dit risico. Dat je dus het verhaal op die manier beïnvloedt. Dat vind ik heel tof. Om daarop in te haken. Ik bedoel, ik heb ongeveer hetzelfde gehad met dat het buiten regende en ik had iets van, ik kan de dag redden met mijn donderspreuk. En toen doodde ik 2 van mijn partymembers. Dat is ook niet fijn. Maar het gaat dus... Het mooie aan dit spel is dat iedere keer als je het speelt, kun je het op een andere keer op een totaal andere manier benaderen die jou dan ook weer verrast. Ik bedoel, de eerste keer dat ik speelde, dan ga je gewoon erop uit. Want heel, heel kort het verhaal. Je bent een groep van 2 avonturiers. Die komen de moord van een of andere hooggeplaatste baron of graaf of iets, een nobel iemand op het eiland onderzoeken. Want waarschijnlijk is dat door tovenaars gedaan die source gebruiken. Dat mag allemaal niet, dat is helemaal fout, dus dat gaan wij oplossen. Wij zijn source hunters. Dus oké, ik kom de eerste keer, speel ik dat spel. Ik kom dat dorp binnen. Nou, oké, iemand zegt daar tegen mij van ga ik met de kapitein praten. Dan mag je officieel dit onderzoek gaan doen, kun je daarna de kamer van de moord onderzoeken. Dat ben ik allemaal gaan doen. Daarna ben ik een multiplayer potje gaan spelen met een vriend van mij. Die vriend van mij had een ander personage gemaakt met allemaal custom skills. En een van de skills die hij geleerd had, gaf hem de gave om met dieren te praten. Dus wij komen in datzelfde dorp. Er staat een koe. Ik had trouwens geen idee dat hij die skill had. Hij loopt opeens op die koe af en die koe begint met ons te praten. Dus wij aan het netwerk van al die dieren in die spelwereld komen wij uiteindelijk op het kerkhof terecht waar de vermoorde persoon begraven ligt. En daar komen we dus een hond tegen. En die vertelt dus ook weer allemaal dingen, waardoor het verhaal ook weer verder gaat. En zo zijn er waarschijnlijk nog wel 2, 3 andere manieren waarop je gewoon in dat verhaal opeens dat probleem kunt oplossen. Het is totaal niet lineair. Wat ook heel gaaf is je speelt samen en je werkt. Ja, ten eerste, die wereld is heel interactief en heel slim. Met diezelfde vriend, wij kwamen uiteindelijk toch weer aan bij diezelfde guard captain. Maar achter hem stond een kamer met allemaal toffe wapens erin. Hele dure dingen, maar daar mag je natuurlijk niet in. Ik bedoel, dat is diefstal, dat is inbraak, mag allemaal niet gebeuren. En hij stond continu ons aan te kijken. Dus wat die vriend van mij deed, die is uiteindelijk met hem gaan praten. Maar dus met hem gaan praten vanuit een hoek waardoor hij weggekeerd stond, zodat ik achter hem langs kon sluipen. En hij zat gewoon in een in-game dialoog, gewoon te praten over wat er aan de hand was. En het was nogal spannend, want af en toe dan keek hij nog even om, van wat is er aan de hand? Maar hij kon wel in gesprek gaan met de andere persoon en daardoor kon ik gewoon naar binnen sluipen. Tegelijkertijd is je medespeler de grootste tegenstander die je hebt. Ik bedoel, aan het begin van het potje dat ik met hem speelde, liepen we op het strand en opeens hoorden we iemand zeggen van, oh, ik heb het zo moeilijk. Oh. Dus we lopen verder en er ligt een hele grote mossel. En die mossel die praat tegen ons. Ze zegt, hé, mossel, kun je praten? Ja, natuurlijk kan ik praten, zegt hij. En het begint opeens een hele tirade over hoe moeilijk het is, want hij mist de zee zo ontzettend. De zee was 3 meter verderop, maar het is een mossel. Die kwam daar niet meer terug. Of een oester is trouwens. Maar, oester is het, ja. Ja, oester. Ik had het ietsje van de mosselman in mijn hoofd. Ik denk dat dat het probleem is. Maar dus uiteindelijk, dan krijg ik uiteindelijk de optie van, of ik kan hem inderdaad het water weer in gooien. Of ik kan denken van, oh, een pratende oester. Dit gaat echt ontzettend veel geld opleveren als ik het verkoop. Ik koos voor het laatste, want ik was een rogue. Maar die vriend van mij, die had een beetje een wat eerlijker, praktischer persoon gemaakt. En zijn personage ging daar vervolgens tegen me in. Van, dat kun je niet doen, dit is dierenmishandeling. Het is hartstikke moeilijk, hartstikke sneu. En daaruit kwam een heel erg, in het dialoogsysteem van het spel, waarbij je keuzes maakt, zoals bij Mass Effect of Dragon Age of wat dan ook, gingen we met elkaar in gesprek. En dan moest je op elkaars antwoord wachten. En toen we op een punt kwamen dat we er echt niet uitkwamen, toen zijn we de steen, papier, schaar gaan spelen. En toen hebben we gewonnen, toen heb ik de oester verkocht en ik heb heel veel geld mee verdiend. Dit is iets waar ik wel wat moeite, dit is wel een kritiekpuntje wat ik heb, want dat systeem wat je nou beschrijft is super tof volgens mij in multiplayer. Maar in singleplayer krijg je dus hetzelfde. Je begint dus met 2 personages, in mijn geval een man en een vrouw, en die lopen daar en dan krijg je dit soort discussies ook. Ja. Maar dan kan je als 1 speler kan je de beslissing nemen voor beide personages. Maar dat is juist awesome, want dat betekent dat jij maakt een duo. En jij bedenkt bij jezelf van, nou, dit is bij jou in dit geval, Harry 1 is een nobele ridder en Harry 2 is een beetje een gewiekste magier. Ja, maar en die kunnen in karakter met elkaar, kunnen ze met elkaar gaan ruzien. En dat speel je. Ik had er ook heel veel moeite mee hoor. Ik snap het, Harry. Het probleem wat ik heb dan, ik ga niet, als ik in die oester wil redden, ga ik niet ook maar de kans nemen dat ik even volledig een andere persoonlijkheid aanneem en dat mezelf ga tegenspreken. In het echte leven word ik al dagelijks tegengesproken. Ik ga ook niet in mezelf tegenlopen spreken in het spel. Want als je inderdaad dat duel uitvecht, kom je ook weer op rock, paper, scissors uit. En in dat geval bepaalt dus de willekeur van het spel bepaalt dan dus wie er gelijk heeft. En juist bij zoiets als een roleplaying game wil ik graag controle hebben over de uitkomst van de dialogen. Ja. Dus ik vind het als we samen zouden spelen, zou ik het hilarisch vinden. Maar in mijn eentje heb ik wel een beetje het gevoel alsof ik 2 Playmobil mannetjes heb van, ik wil het doen, ik wil het niet doen, ik wil het wel doen. En dat voelt een beetje debiel. Ik heb er ook moeite mee, want dan heb je wil iets en dat andere personage zit heel erg dwars, maar jij bent ook dat personage. En dan krijgt die andere gelijk. Maar ik zeg maar, ik speel dat personage, maar krijg ik dat niet gelijk. Sowieso had ik wel bij het maken van de personages, toen had ik nog niet helemaal door dat je ook altijd met 2 personages speelde. En we hebben het al eens eerder gehad over zelf roleplaying personages maken. Ik maakte gewoon 1 mezelf. En die vrouw, die liet ik standaard, dat was prima. Dus ik denk, dat is dan gewoon een personage in die wereld of zo. Maar die moet je dan ook opeens roleplayen, tegelijk. En dat is wel ingewikkeld, zeker in die gesprekken, in die discussies. Dat is weird. Maar dat doet het niet in af dat ik het spel niet leuk vind, maar dan vind ik BioWare's oplossing iets eleganter, dat je gewoon 1 personage hebt die je bestuurt en die bepaalt de dialoog. En dat vind ik prima. Dit is voor mij geen feature in singleplayer. Nou, dus, ik bedoel, het zijn ook niet alleen maar ruzies. Dat is wel het fijne. Ik bedoel, het is vrij vroeg in de tutorial nog zelfs. Is er een punt dat je moet kiezen van ga ik deze guards aanvallen of ga ik met ze meelopen naar het dorpje toe? Omdat ze helemaal dronken waren en ze wilden die echt meeslepen naar de guard captain en dat soort dingen. En nou, kies je ervoor om ze dan uiteindelijk af te slachten. Dan kom je trouwens later nog twee gasten tegen die zeggen, hé, maar zijn ze nou heen? Hoorden ze ons die vechten? Wat is er aan de hand? Maar, je hoeft ze niet af te slachten. Je hoeft ze niet af te slachten. Je kunt ook gewoon meelopen. Maar, ja, nee, je kunt ze ook gewoon laten. Maar als je ze afslacht, dan komt er daarna nog een dialoog wat je met de personages kunt hebben waarin ze wel of niet hun berouw kunnen tonen. En het maakt helemaal niet uit voor je voortgang wat daar gebeurt, maar het geeft je wel de ruimte om allebei die personen vorm te geven. Ja, maar ik vind het wel heel gaaf dat het gewoon, het zijn twee persoonlijkheden, in plaats van dat je alleen maar jouw held hebt waar het schattige meisje de hele tijd op reageert. Ja, maar de game is daar niet helemaal consequent in ook, want even verder in het spel, je kunt ook allerlei personages oppikken die dan een deel worden van je party, wat ook fantastisch is. Ik bedoel, graag de tactische combat en zo. En dan die personages, als die met je meegaan, die hebben dan weer wel een eigen willetje. En dan heb ik eentje opgepikt, die is bijvoorbeeld heel erg, die vindt demonen afschuwelijk, vreselijk. Nee, wil die niks mee te maken hebben. Maar gaandeweg, dan is er dus een situatie waarin dat eventjes het plot niet uitkomt. Dus dan is het opeens geen punt meer of zo, en dan komt er ook geen dialoog over. Dus er zitten wat inconsequenties in, dat ik denk van... En dat geeft niet, maar dan denk ik is het spel misschien vooral ontwikkeld met co-op in gedachten of zo. En maar dat is allemaal een beetje nitpikken of zo. Want ik heb ontzettend het feit ook dat ik personages tegenkom die mee willen en denk van jij bent bad shit crazy, jij gaat echt niet met mij mee. Want als ik jou hoor vertellen wat jij allemaal van plan bent, dan ga ik jou niet in mijn party doen, want dat is een loose cannon en zo. En het spel laat dat ook gewoon toe, dat je ook dat je niet iedereen meesleurt die zich aanbiedt. Ik vind het echt heel erg tof allemaal. Je hebt overal de keuze in. En er is een hele uitgebreide video online waarin de makers zeg maar, uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt. Die video werd ook gemaakt voor een Kickstarter-campagne. Het is blijkbaar een Kickstarter-game. Ik geloof dat ik de vorige podcast heb gezegd, maar dit is echt zo'n spel dat is ergens eind juni verschenen. En toen totaal bij iedereen voorbij gegaan omdat de Steam sales er waren. Toen waren de sales opeens voorbij, toen had iedereen het over deze game. Maar daarvoor was het een Kickstarter game. En die video laat gewoon zien dat je bijvoorbeeld in de gevangenis terecht gaat komen. En dat er een andere speler die gevangenis misschien in moet breken om je te komen redden en dat soort dingen. Het leeft heel erg en alles is optioneel. En je kunt gewoon een beetje de hele dag rondklooien zonder dat je wat doet. Roel, is dit ook een genre wat jij speelt? Of... Ja, ik ben al een tijdje vooral aan het luisteren. Maar ik was ondertussen even wat filmpjes aan het checken op YouTube van de game. Ja. Ik weet niet, ik moet zeggen, ik heb nog nooit dit zeg maar met turn-based combat gespeeld. Dus wel dingen als Diablo dan niet, maar wel dat soort games en zo heb ik wel een paar van gespeeld. En het is meer iets waar ik dan toevallig in beland. Want ik vind het op zich wel leuk en ook juist dat hele op ontdekkingstocht gaan en ook echt inderdaad, weet je, de dingen als Oblivion en Skyrim, daar heb ik ook wel heel erg van genoten. Dat je toch een grote wereld hebt die je jouw eigen wil maken. Maar ik ben niet zo, tenminste het is niet dusdanig mijn ding dat ik helemaal denk van, oh wauw, dit moet ik echt nu gaan checken of zo. Dat niet. Ik ben toch vaak wel ook meer van games die gewoon meer om behendigheid draaien. Gewoon vrij simpele, snappy games waar je gewoon iets heel simpels, heel perfect moet uitvoeren. Ja. Dus Action Henk wordt nooit een turn-based RPG. Dat is jammer. Oeh, dat wil ik zien. En dan 40 uur lang over één zo'n baan doen. Een boss battle. Ja. Oh, nee, ja, dan van die dialogen. En, ja. Discussie of je links of rechts. Hoe hij zich voelt over die looping, weet je wel. Ja. Neemt hij die looping of neemt hij het onderpaas? Weet je, dat wil ik weten van Henk. Nou, dat is voor Action Henk 2, oké? Dat bewaren we niet. Dat concept, dat leggen we even aan de kant, maar dat zal vast een moment zijn. Roleplay Henk. Ja. En maar de Divinity was een Kickstarter game. Hebben jullie daar ook nog over nagedacht? Nou, ja, ik bedoel, het is natuurlijk wel een soort van... We hebben er niet echt lang over nagedacht, want wat het is met Kickstarter is wel... Het is wel heel moeilijk hoor, want het is heel makkelijk om alleen maar de succesverhalen te zien en eigenlijk alleen maar denken van ja, maar zetten we hem op Kickstarter en dan krijgen we gratis geld. Maar in de praktijk werkt het toch vaak best wel lastig om een Kickstarter game te launchen. En vooral omdat wij nog helemaal geen fanbase of ja, weet je, dit is eigenlijk onze eerste. We hebben heel veel Game Jam dingen gedaan en nog wat andere dingen. Maar dit is onze eerste echte RageSquid game. Dus niemand kent ons nog. Dus, en Action Henk is qua, als je kijkt naar gewoon het concept, is het niet super... Het springt er niet uit of zo. Ik bedoel, kijk, we proberen het heel vrolijk te maken. We proberen het heel, weet je, vooral heel solide uit te voeren. Gewoon super solid controls en mooie art en zo. Maar het is niet heel origineel of zo. Het is niet dat je denkt van, oh wauw, dat ik daar niet eerder op ben gekomen of zo, weet je wel. Dus wij zijn meer, bij RageSquid zijn we veel meer van gewoon simpele games en die heel goed uitvoeren. Dus daarom is Kickstarter is toch vaak meer voor games die net een bepaalde invalshoek hebben, die gewoon heel anders is. Dat mensen denken van, hey, dit is iets echt compleet nieuws. Nou is het volgens mij wat je ook meer ziet bij Kickstarter, dat mensen meer een soort van retro-achtige dingen doen. Of wat ik je hoor zeggen is dat dit iets is wat vroeger heel erg veel gedaan werd en al een tijdje niet echt meer gedaan is, toch? Ja. Ja, dus dat heb je denk ik dan ook bij Kickstarter. Dat mensen al denken, oh, dit is echt cool, dit wil ik echt nog een keer doen. Er zit nostalgie. Kickstarter games zijn inderdaad over het algemeen succesvol als ze nostalgie weten te raken. Ja. En dat is ook logisch, want ze bereiken daarmee 25 tot 40-jarigen, laat ik het zo zeggen, die dus al wat gamehistorie hebben. En die hun favoriete genre weer terug willen zien. Ik bedoel, spellen zoals Star Citizen en Elite en zo, die komen ook uit de jaren 80 terugvliegen. Ja, 80 en 90. Ik snap nu pas de naam RageSquid. ik heb de pun eindelijk door, jongens. Nou, dat ben je ook best snel. Want er zijn ook mensen die echt er een jaar over gedaan hebben. En ineens zei van, wow, waar ik gisteren toch achter kwam. Dat is wel heel grappig om te horen. Ik had toch moeite om het niet uit te spreken als RageSquid. Maar dan RageSquid. Ja, precies. Zei ik al direct toen ik het wilde uitspreken van RageSquid. Oh ja. Dan heb je een boos Skype uitgezet en de rest van de podcast is ook niet opgenomen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je bij Steam Early Access ook gewoon veel meer feedback uit de community krijgt. Ja. Nou, wat bij ons ook was, we hebben hier, voordat we Action gingen doen, hebben we bijna een half jaar gewoon freelance werk gedaan. En dat was een andere game genaamd Crash Drive, dat staat op onze website. En dat was een mobile, soort van stunt/race game was het. En die hebben we gewoon eigenlijk in zijn geheel in opdracht gemaakt voor een paar andere Nederlandse developers, genaamd M2H. En... ja, daarmee hebben we eigenlijk genoeg geld verdiend om te kunnen zeggen, oké, we kunnen nu gewoon een half jaar aan Action Henk gaan werken. Ook omdat, even kijken, we zijn met z'n drieën, de RageSquid, zeg maar, de founders. En 2 van ons krijgen nog studiefinanciering. Ik er dan niet, maar dus we draaien ook nog deels op studiefinanciering en zo. Dus we hebben ook bijna geen geld nodig. En we hadden dus een beetje een buffertje opgebouwd met dat freelance werk. En het was zo, we kunnen nou gewoon een dik half jaar aan Action Henk gaan werken. Zullen we maar gewoon beginnen. En toen zijn we gewoon gaan knallen. En, dus het was ook eigenlijk niet echt... geld is nooit echt een ding geweest of zo. Het is niet... Ja, op de lange termijn moeten we natuurlijk wel iets gaan verdienen. Maar voor puur het maken van Action Henk is het geld nooit echt een obstakel geweest. Oké. Dus dat vond ik al een hele stap. Dat we gewoon konden werken aan de game zonder elke week bezig te hoeven zijn met... Oh god, hoe gaan we de volgende maand huur betalen? Ja. Als freelancer kan ik je zeggen dat ik heel erg met je meeleef in dat opzicht. Ja, precies. We hebben echt wel geluk gehad dat we gewoon een grote opdracht konden doen. Voordat we afsluiten met de gamewijs moeten we denk ik nog iets kwijt. Want mensen die zitten al een week te wachten. Hebben ze nou open grens in Civilization of niet? Luister de podcast van vorige week terug over ons Civilization, nieuwste Civilization drama. Over de open grenzen. En nou, ze staan open hoor. Maar de spanning is niet afgenomen. Nou, ik moet zeggen dat dat vooral komt door het diepe wantrouwen wat jegens mij in dit spel... Nee, maar ik heb... Kunnen jullie één moment noemen in dit potje dat ik iets gedaan heb wat dreigend of agressief... Of... Ja, wat dat dan? Kan ik. Aan het begin van het potje zei je dat je geen leger ging bouwen. Toen gingen we laatst praten met onze adviseurs. En je bleek een aanzienlijk groter leger dan de rest vlots te hebben. En ik had wel een paar soldaten. Erwin heeft geloof ik een paar soldaten. Dus stiekem achter die peinzend vredelievende grenzen van Harry Hol staat een nucleaire oorlogsmacht te wachten om de wereld te veroveren. Ik kan je met de hand op mijn hart zeggen, ik heb geen enkele unit geproduceerd. Maar je hebt ze ook niet verkocht. Dat is eigenlijk, ik ben niet in character. Toen jullie erover begonnen, dat ik heb ja. En ik heb ze inderdaad niet verkocht, omdat ik er niet aan gedacht had. Want ik lette er niet op, maar ik ben dus heel erg bezig geweest met diplomatieke betrekkingen met die stadstaten. En het doel daarvan was om te voorkomen dat ik weer in de tang genomen zou worden door twee andere spelers die ik niet met name zal noemen, Bas en Erwin. Dus ik denk, ik moet dat voorstellen. Ik moet dat wapen uit hun handen slaan en dan gebruik ik hem niet. Weet je wel, ik ben de volwassene hier, weet je wel, ik ben de oudste. Laat ik het speelgoed maar even veilig bewaren, dan gebeurt er tenminste niks eens. Maar het neveneffect is dus... Ja, nee, maar het neveneffect is dus dat al die stadstaten die dus nou allemaal mij heel aardig vinden, zij wel, die AI wel, die weten niet meer. Dat ik je geld geef, dat is genoeg. Die blijven mij continu nu units produceren en die naar mijn grenzen toe sturen. En ik ben iedere keer weer verbijsterd wat er allemaal staat, want ik had het gewoon niet gezien. Goh, wat doet dat dan? Het is wel een beetje een soort van een TBS'er die dan een agent over de vloer krijgt. Dan ligt daar een lading aan pistolen en dan als excuus, ja, maar dat zijn cadeautjes. Het is een beetje... Ik bedoel, wat maakt het uit hoe je die units hebt gekregen? Je hebt ze gehouden. Nou ja, ik moet zeggen dat ik dat ook niet erg vind. Want toen op een gegeven moment er een korte koude oorlog ontstond, dacht ik, ik ben wel blij dat ik nu enige bescherming heb, maar ik gebruik het verder niet. Ik ben bezig met mijn eigen ding. Dus ik vind nog steeds dat wantrouwen, ik bedoel, ik zou sterker zeggen, ik heb niets gedaan om verkeerd aangekeken te worden. Ik heb de absolute macht in de Verenigde Naties. Daar heb ik niks mee gedaan. Ik heb blijkbaar een enorm leger. Ik heb niemand aangevallen. Ik heb handelsroutes proberen op te zetten met iedereen. En nog steeds word ik aangekeken alsof ik ISIS ben of zo. Ik ben gewoon... Ik vind dat ik daar respect voor en de credits voor verdien. En als ik die niet krijg, verklaar ik jullie allebei de oorlog. Oh, ik vind het zo prachtig hoe je gewoon in het laatste deel van je zin jezelf totaal kunt tegenspreken. Ja, dat was een grapje. Ja, ik weet het. Hoop ik. Je weet het door met ook niet. Jawel, dat weet je wel. Ik ben al een heel potje aan het roepen dat ik het heerlijk speel. En je blijft maar zeggen, dat weet je nooit met Harry. Harry moet hier een beetje verdrietig van. Maar Harry, wat het ding met Civ is, als jij een geheime tactiek hierachter hebt, die je geheid hebt, dan komt die pas aan het einde van het potje naar voren. Dan komen we er dan pas achter van, hij heeft al die tijd in het geheim zijn nucleaire wapens gebouwd en heeft nu de hele wereld verwoest. Ja, we kunnen nu moeilijk zeggen van, ja, ik vertrouw je. Ik bedoel, ik hoef dat helemaal niet te doen, want als ik dat wil, in 20 beurten heb ik jullie nek omgedraaid, als ik dat zou willen, omdat ik met de Verenigde Naties een embargo kan instellen op jullie allebei. En ik heb de absolute macht in die Veiligheidsraad, dus is no fucking way dat je dat tegen kan houden. Dat had ik 30, 40 beurten geleden al kunnen doen als ik er zin in had. Ja, maar dan je staat onderaan en had je ruzie met ons beiden gehad, had ik de open grenzen dicht gedaan en er zijn redenen waarom je het niet doet, zeg maar. Je kunt het oorlog uitlokken, inderdaad. Ik had die hele stad die mij dwars zat, had ik gewoon 4 keer kunnen innemen. Heb ik ook niet gedaan. Ik heb geprobeerd diplomatiek op te lossen. Ik wel. Hoor je jezelf nu praten? Maar aan de andere kant, ik bedoel, ik vertrouw Bas ook niet meer sinds potje 2. Dus dat... het is... dat is wel echt eigenlijk. Niemand vertrouwt niemand meer. Echt? Na de 100 dingen van Harry, dat snapt hij niet. De ene keer dat ik even iets doe op aanraden van Harry, is dat de reden waarom wij het vertrouwen weer verdienen. Maar dat gaan we niet weer opnieuw... de Civilization wordt vervolgd. Ik heb nog geen één keer verraad gepleegd in dit potje. We sluiten af met de Gamebytes. Kan iedereen nog even kort iets pluggen of iets anders noemen of een leuk iets nog over een game zeggen of wat dan ook. Roel, kan ik bij jou beginnen? Ja, nou ja, natuurlijk moet ik wel even zeggen, Action Henk, hè? Steam Early Access voor een tientje en we gaan nog heel veel levels toevoegen de komende tijd, dus ja, dat zou ons zeker helpen als je die zou kunnen checken. En verder, ja, dat is eigenlijk het enige waar ik de afgelopen maanden mee bezig ben geweest. Ja. Dus ik kan niet echt een andere game pluggen nu. Nee, prima. Harry, jouw game uit. Nou, ik weet niet of dit is een leuke tip als je in Amsterdam bent. Je hebt het filmmuseum AI aan de overkant van het ei. Van de piraten. En het filmmuseum die heeft regelmatig exposities die zijn gekoppeld aan regisseurs. En een aantal jaar geleden hadden ze er eentje over Stanley Kubrick. En ik ben ontzettend fan van Stanley Kubrick. En het is geweldig om daar dan de typemachine uit The Shining te zien staan bijvoorbeeld. Weet je wel, dat soort dingen. Echt helemaal super geeky. En vorige was Fellini, dat trok me, dat boeide me niet. Maar deze, die ze nu hebben draaien, en ik kan iedereen aanraden om erheen te gaan, is David Cronenberg. En dat is de regisseur van onder andere The Fly, van Existence, van Videodrome. En een aantal fucking weird shit, waar je echt eigenlijk wel een bakje bij je naast moet hebben voor het kotsen en zo. Want het is echt een horrorregisseur. Maar super tof dat daar ook echt requisieten staan uit die films. Bijvoorbeeld The Fly, toen die in de jaren 80 zag. Ik was als de dood om hem te zien. Ik keek hem alleen omdat ik niet als een watje er wilde uitzien voor mijn nichtje, die hem wilde zien en een paar jaar ouder was. Maar ik vond het afschuwelijk eng, met een man die in een vlieg veranderde en heel kotsmisselijk effecten. En deze exhibition heeft onder andere de telepod waarin Jeff Goldblum stapt en uiteindelijk waardoor hij in een vlieg verandert. Die staat daar. Dat ding uit de film. Dat ding waar ik nachtmerries van gehad heb. Mm-hmm. En dat is heel weird om daar dan te staan en denk van, dit is waar ik gillend gek van werd van angst. Ik sta ernaast. En meer van dat soort dingen. Er is ook een film, Existence, dit gaat over virtual reality. Mm-hmm. En er is daar een in dat spel is er een winkel met allemaal games die mensen kunnen spelen. En die gameverpakkingen, die staan er allemaal uit die film. Gewoon de oorspronkelijke requisieten. Dus dit is alleen leuk, dat begrijp je, als je die films gezien hebt en er een band mee hebt. Maar als dat zo is, is het een super toffe tentoonstelling omheen te gaan. En ze draaien ook een aantal van die films, zoals Scanners, zoals The Fly, zoals Videodrome, in het grote theater. Dus David Cronenberg Exhibit in AI Amsterdam. Ik heb besloten deze zomer iets te doen waar ik totaal geen band mee heb. Maar even bij mijn comfortzone stappen. Inmiddels maakt elke ontwikkelaar een MOBA, alles is MOBA. Je hebt nu de internationals bezig, die Dota 2 championship met een schrikbarend hoog winbedrag. En het is wel een ding, de MOBA. En ik heb nog nooit echt een MOBA gespeeld. En ik ben me nu aan het inlezen en inkijken en voorbereiden om in ieder geval de tutorials van Dota 2 te spelen. En dan kijk ik inlezen voor de tutorial. Ja, het is een ding. Het is verder totaal niet een moeilijk benaderbaar genre, hoor. Nee. Blijf weg bij de multiplayer potjes. Want je wil graag je ziel behouden. Je wil niet meegesleurd worden. Dota 2 is multiplayer potjes. Ja, nee, je kunt ook, dus je blijft bij de tutorial. Je kunt tegen bots spelen. Ja, dat is bij LOL. Nou, er zijn mensen die doen niks anders dan bots spelen, omdat ze dat gezeik niet aan de kop willen hebben. Ja, maar er zijn hele die community schijnt steeds beter te worden. En ik heb al een tip gehoord van als iemand heel vervelend is, gewoon mute en dan heb je er geen last meer van. Als je die manier speelt, dan is het allemaal best wel dan is je ziel ook wel een beetje te behouden. Maar ik ben benieuwd hoe dat gaat. En, dus als je op een gegeven moment een verschrikkelijke noob tegenkomt in Dota 2, wees een beetje vriendelijk. Want dat kan ik zijn. Ik kan wel aanraden om met bekenden te spelen. Want ik heb zelf ook echt, volgens mij 3 jaar of zo League of Legends gespeeld. En op een gegeven moment was het ook helemaal beu om gewoon inderdaad met random mensen te spelen. Maar als je gewoon met bekenden speelt, is het altijd wel gewoon echt 10 keer leuker. Oké, ja. Ik ken een aantal die spelen, dus dat komt vast wel goed. Je denkt dat je ze kent, maar als je ze in game ziet, dan ken je ze niet meer terug. Maar later meer. Bastiaan. Er is een hele grote update voor Final Fantasy XIV uitgekomen. Yay. En ik hoor Erwin met zijn ogen rollen. Dat is heel bijzonder. Maar er zitten heel veel dingen in die je eigenlijk alleen interesseren als je het spel speelt. Zoals nieuwe dungeons en dat soort dingen. Maar er zit ook één ding in wat me heel erg doet denken aan waar we het laatst over hebben gehad. Want we hadden het een tijdje geleden over gamemythen. En dat, of obscure, mysterieuze dingen die er in het spel zitten. Zoals in Final Fantasy XIV. Dat als je op bepaalde momenten, in bepaalde gebieden, bepaalde monsters doodt, dan is er een iets grotere kans dat je een item krijgt. Dat soort rare, obscure dingen. Lord of the Rings Online had zo bijvoorbeeld een hoefijzer. Wat niks deed. Dat deed wel iets, maar niemand wist wat het deed. Dus waren allemaal theorieën over. Final Fantasy XIV heeft in zijn patches ook zoiets nieuws gekregen. Waar echt gewoon hele community echt helemaal gek om aan het worden is. Dat zijn namelijk elite hunts. En het idee is, jij trekt erop uit om zeldzame monsters te vinden in de wereld en die te verslaan. Die spawnen heel weinig. Maar ze komen ook op hele specifieke manieren af en toe alleen maar de spelwereld in. Dus bijvoorbeeld, er zit een monster in een groot grasgebied en die geeft ontzettend veel punten als je hem verslaat, maar die is ontzettend zeldzaam en die komt niet zomaar. Daar moet je blijkbaar een pijl voor in zijn god schieten en anders een kans eens in het uur dat er wat gebeurt. En zo zijn er hele obscure rare dingen. Zoals, er is er ook eentje, er worden hints gegeven in het spel, zoals dat een bepaald monster bijvoorbeeld niet houdt van heel erg luid geluid rond zijn woonplek. Maar wat dat betekent, hoe je dat moet aanpakken, geen idee. Want er zit geen schreeuwknop in een MMO. Dus wat spelers doen, de spelers hebben hele grote clubs bij elkaar waar ze gaan bespreken wat ze kunnen gaan doen om die monsters uit de tent te lokken. En er zijn mensen die zijn dus met z'n allen bijvoorbeeld in zo'n gebied gegaan en dan zijn ze in de algemene shoutchat, zoals dat heet, zijn ze in all caps naar elkaar gaan schreeuwen. Er zijn ook spelers die zijn bij elkaar gaan staan, want als je heel veel spelers bij elkaar houdt, dan hoor je heel veel spelers bij elkaar hebt, dan hoor je het geroezemoes van een grote club. Dat is gewoon een sound effect. Kijken of dat misschien wat doet als ze bij me in de buurt staan. En iedereen is echt van die theorieën aan het proberen van wat kunnen we uit die hints halen en hoe kunnen we eigenlijk die dingen gewoon tevoorschijn halen. En dat is super cool. En je ziet die hele community er helemaal gewoon een encyclopedie omheen bouwen. Ik vind het geweldig. Oké. Goed, dan sluiten we af. Roel, heel erg bedankt. Ja, dankjewel voor het uitnodigen. Graag gedaan. Leuk dat je meedeed en succes natuurlijk met Action Henk. Ja, dankjewel. Ja, dus, we zijn natuurlijk nu pas net begonnen natuurlijk. Dus, dus echt, vakantie zit er nog niet in. Maar hopelijk binnenkort wel een keer even een weekje rust kunnen nemen of zo. Dat is ook belangrijk. Om weer op te laden. Ja precies. Dan rest mij enkel nog te zeggen, mail ons op mail@gamers.nl. Als je bijvoorbeeld brieven hebt die we kunnen voorlezen in de podcast. Rate ons op iTunes, daar help je ons heel erg mee. Tweet naar @GameByte, like op Facebook en ga naar youtube.com/GameBytesNL. Namens was er vroeg op, Harry Hol, ik ben Erwin Vogelaar. Heel erg bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.